juffrouw zit op de rozengracht. Ze heeft de donkere zaken zonder muntjes licht gebracht. Ze is zelf wel niet zo helder, maar ze heeft een klare blik. Die werpt ze in de toekomst en ook in de koffiedik. Haar naam die lees je achter het raam, Madame Theresia. De echte naam is eigenlijk Trees en ze rookt Rhodesia. Ze geeft met veel geduld, de hele dag komt ze hulp. Juffrouw, kan u me zetten? Wilt u mij de kaarten even leggen? Achter de gordijnen bij een aquarium en een geranium zit het medium. Ze heeft zomaar een smoesje, klaar voor elke zaak. Ze zegt de waarheid voor een piek of voor een kraak. Het is altijd zuivere koffie, goede wijnboot, geen krant. Maar s'avonds drinkt ze borrel, want dan valt ze gauw in krant. Ze snurkt er wel een tikkie bij, dat weet ik van de buur. En Sander en Daan ontwaakt ze weer, plus minus 12 uur. Doet wat bijontjes uit haar haar, neemt rouge en nagellak. De rimmel poedert en ze werkt met de geest van ammoniak. En de eerste klant verzucht in een dikke koffie lucht. Juffrouw, kan u me zeggen, wilt u mij de kaartjes even leggen? Achter de gordijnen bij een aquarium en een geranium zit het medium. Ze heeft zomaar een smoesje klaar voor elke zaak. Ze zegt de waarheid voor een piep of voor een knaak. Ach, klanten van die juffrouw, ga maar heel de wereld rond. Je koopt niet voor een knaak een mensenleven slagstroom. Wanneer er één zou zijn die in de toekomst kijken komt, ik denk niet dat je een winkeltje in voorspellingen begon. Al zie je nog zo helder in dit grote tranental. Er is geen enkele juffrouw die je lot bepalen zal. En toch heb ik vandaag die juffrouw eens gevraagd. Juffrouw, bent u een echte? Ik vraag u, zal de wereld nog gaan zetten? Ze krapte aan een trapje op de onderkin en wierp een blik de toekomst in. Ik zie een eeuw van vrede, zei ze toen kordaat, maar steek vandaag toevallig in de surrogaat.